Uitwerking van opgave De Bliksem, behorende bij het examen HAVO 2016, tijdvak 2. Nou, hier is de tekst weer. Eventjes doorlezen. Ja, en gevraagd wordt trouwens deze zaken. Nou. Ja, als je het hebt doorgelezen, dan gaat het om. Het gaat over de lichtflits en lichtsnelheid. 3 keer 10 tot de macht 8. Als je dat niet zo uit het hoofd weet, Binas, tabel 7 staat het in. En de dondergeluid, 343 meter per seconde. En ook dat kun je eventueel in Binas vinden. Maar belangrijk is natuurlijk dat licht veel eerder aankomt dan geluid. En vandaar dus dat de eerste punt alweer is verdiend. En klopt de buisregel? Nou, 343 meter per seconde betekent dus dat in 3 seconden ongeveer 1 kilometer is. En je hebt de 2 punten verdiend. Want noemen dat de lichtsnelheid groter is, 1 punt. En aangeven van, 3 seconden keer die 343 is 1 kilometer, ook weer 1 punt. We gaan verder. Ja, weer even een stukje wat op de website van de KNMI staat. En gevraagd wordt, klopt het of klopt het niet? Nou, er staat redelijk wat informatie. Dus even asseren of even opschrijven wat de informatie is. En dat is 1 kuub Gronings aardgas. De bliksem duurt 50 microseconden. En de stroom is 30 kiloampère. En de spanning tussen donderwolk en aarde is 6 megavolt. En gevraagd wordt dus, klopt die berekening? Oftewel eigenlijk wordt gevraagd, is de energie van 1 kuub aardgas inderdaad meer dan de elektrische energie van de bliksem? Oftewel, ik moet eigenlijk weten van, hoe groot is de energie van 1 kuub? En hoe groot is de elektrische energie? En dan moet dit dus kleiner wezen dan dat. Nou, eerst even de energie uit 1 kuub. Er staat al hier keurig beschreven dat je Binas tabel 28 nodig hebt. Dus die pak je even erbij. En dan zie je dus inderdaad dat daar voor aardgas, nou hier staat het, de stookwaarde 32, en vergeet die 10 tot de macht 6 niet, hè. Dus de energie is 32 keer 10 tot de macht 6 uit aardgas. Dat is 1. Nou, dan de elektrische energie, dan heb ik dus gegevens nodig van die elektriciteit. En dat is dus de tijd, stroomsterkte en spanning. Nou, je ziet hier I en U staan. Het heeft iets met energie te maken, dus dan moet je meteen zeggen, U en I, vermogen, P is U keer I. Dat vul je in en dan kom je dus op 180 keer 10 tot de macht 9 watt, 180 gigawatt. En watt, dat is eigenlijk joules per seconde. En uit het vermogen kun je energie berekenen, want energie, dat is dus het vermogen maal de tijd, maal het aantal seconden, oftewel die 180 keer 10 tot de macht 9 keer, en let op, micro 10 tot de macht min 6, en je komt dan op 9 keer 10 tot de macht 6 joules. En inderdaad, als je die twee met elkaar vergelijkt, dan klopt het dus, want de energie uit 1 kuub aardgas is beduidend meer dan die van de elektrische energie. Oftewel, de uitspraak klopt. De punten. En je ziet, je kunt hier ontzettend mooi weer punten verdienen, want puur het opzoeken van een stookwaarde heb je 1 punt bij. En er stond erbij in welke tabel je moest zijn. Dus dat is appeltje eitje. Nou, dan gebruik gemaakt van de energie dat het vermogen keer tijd is. Vermogen is U keer I. En tenslotte, vergeet dat niet, ook een consequente conclusie erbij. Dus je moet dit hier er wel eventjes bij zeggen van, dus uitspraak klopt. Want anders dan mis je 1 punt, want dan heb je geen consequente conclusie gedaan. We gaan eventjes verder. De bliksemafleider. Lees even door en gevraagd werd dit. Ja, wat zijn de gegevens die hier allemaal zijn? Nou, natuurlijk, het gaat hier over aluminium en over koper. Ja, en ze zijn beiden even dik, even lang, dezelfde afmetingen. En de stroomsterkte is in beiden ook even groot. En dan wordt dus gevraagd de warmte.
Eerst in aluminium en koper. Kijk, stroomsterkte zelf dus. Waarom ontstaat het? Waarom? Dat is omdat er weersend is. Dus daar ga ik even kijken. En daarvoor heb ik binnens weer nodig. Gegevens van metalen. Ik heb ze even onder elkaar gezet. Aluminium en koper. En dan heb je natuurlijk nodig de soortelijke weerstand. En dan zie je dus dat de soortelijke weerstand van aluminium groter is dan die van koper. En omdat dus aluminium grotere soortelijke weerstand heeft, heeft hij ook een grotere weerstand, want de afmetingen waren hetzelfde. En een grotere weerstand betekent meer vermogen. Want kijk, vermogen is weliswaar U keer I, maar voor vermogen met warmte kun je beter gebruik maken van deze vorm. P is I kwadraat maal R. Dus dat dacht ik ook in binnens. De R, de weerstand, is voor aluminium grootst. De stroomsterkte is voor beiden gelijk. En dus is het vermogen van aluminium grootst en dus de meeste warmte. De punten die je hiermee kon krijgen, ja, hier staat het, noemen van de soortelijke weerstand, nou, dat is dan mooi natuurlijk. Zij gebruiken hier, kijk, inzicht dat bij gelijke stroomsterkte de spanning over de draad groter is. Dat hoeft niet. Zij doen dit omdat zij gebruik maken van P is U keer I. En ze zeggen van oké, I is gelijk, maar omdat de 1 groter weerstand heeft, is dus de spanning ook groter. Maar om eerlijk te wezen, ik vind het altijd plezieriger te werken met P is I kwadraat maal R. En tenslotte inzicht dat dan het vermogen van aluminium groter is dan dat van koper. Weer een heel stuk tekst erbij, lees het eventjes door. Het wordt over een bijlage gesproken, op de bijlage stond een tabel. En die tabel moest je invullen. Dus lees eventjes door. Dan gaan we even naar de tabel. En deze tabel moet je dus invullen. En daarna kijk van, welk van deze twee stoffen, radium of kobalt, moet je het best gebruiken. Nou, radium of kobalt, 226 of 60. Dan heb je natuurlijk nodig tabel 25, de isotopentabel. En hier staat het dus al, radium en kobalt. En we beginnen met radium. Ja, welke straling komt erbij vrij? Nou, je ziet hier alfa en gamma straling. Dus die vul je erin. De halveringstijd 1,6 keer 10 tot de macht 3 vul je in. En hetzelfde met kobalt natuurlijk. Beta en gamma. En de halveringstijd slechts 5,27 jaar. Eventjes bekijken. Radium, alfa, hoog ioniserend. Staat trouwens ook al natuurlijk in deze tabel, maar toch, dat hoeft er dus eigenlijk niet. Beta in ieder geval minder ioniserend. En halveringstijd van radium is behoorlijk hoger, oftewel die houdt het behoorlijk lang vol en houdt ook nog een mooie constante activiteit. Kortom, als je kon kiezen, dan zou ik inderdaad voor radium gaan. Punten. Je ziet, twee punten zou je zeker kunnen krijgen. Hè? Puur opzoeken van de soort straling en halveringstijden. Dat is gewoon eventjes een beetje fatsoenlijk binas gebruiken. En daarna de consequente keuze. Ja, inzicht van, een hogere halveringstijd is toch wel handig. Want dan blijft die activiteit mooi constant. Goed, verder gevraagd wordt. Een prachtige opgave altijd. Het vervalreactie. Van americium 241. Ook hier natuurlijk de isotopentabel. Americium 241. En dan begin je met het opschrijven van allereerst het product waar je mee begint. Dat is dus die americium 241. Gaat op. Linksboven massagetal, linksonder is het atoomnummer. Dan schrijf je een pijl op. En dan schrijf je op wat voor een product ontstaat er. En dat is hier een alfa deeltje. Alfa 4,2 moet je gewoon kennen. Dan zie je dus daarboven 241 links. Dus moet rechts komen 237, want samen moet 241 zijn. En daaronder links 95, dus rechts 2 plus 93. Opzoeken van atoomnummer 93, wat is dat? Dat is neptunium. En als je toch bezig bent, vul dan ook meteen het gamma deeltje bij, maar gamma heeft natuurlijk geen massa of atoomnummer, dus qua getallen doet hij niet mee. De punten. Het alfa deeltje
rechts van de pijl en het gammadeeltje ook neptunium als vervalproduct en links en rechts het aantal nucleonen. Dat betekent dus gewoon dat het aantal getalletjes links en rechts overeen moeten komen. Nou, tenslotte. Ja, ze willen zeggen van nou, we kunnen de spul wel opruimen, alleen het is radioactief. Dus zo'n persoon die een bliksemafleider demonteert, die krijgt een bepaalde radioactieve straling te pakken en gevraagd wordt van hoeveel bliksemafleiders mag hij nou demonteren voordat hij zijn stralingsbeschermingsnorm heeft overschreven. Gegevens. 70 microsievert als hij 1 doet en is hij dan wel of niet boven de stralingsbeschermingsnorm. Nou, eerst die stralingsbeschermingsnorm. Dat is weer BINAS, tabel 27 en dan D. En dan zie je dus daar van iemand die werkzaamheid verricht, die mag maximaal 20 millisievert ontvangen. Maximaal 20 millisievert. En dus hoeveel bliksemafleiders mag je dan demonteren? Nou, dus die 20 die je mag ontvangen, gedeeld door 70, natuurlijk wel de 1 micro en de ander milli, delen altijd natuurlijk met haakjes, vergeet het niet. En als je dat hebt gedeeld, dan kom je op 285,7. Naar beneden afronden, want als je omhoog zit, dan zit je boven de dosis, dus maximaal 285 bliksemafleiders. En hier heb je weer het opzoeken weer van BINAS. Dat is al een paar keer nu in deze opgave gedaan. Puur opzoeken krijg je punten. Je had hier ook 500 eventueel mogen doen. Hè. Die staat natuurlijk in deze kolom. Ja, daarna dat je het op elkaar moet delen. En tenslotte alles bij elkaar. En je hebt weer 3 punten. En heb je deze opgave weer helemaal klaar. Bedankt voor het luisteren en tot horens.